De Centrale Bank van Suriname streeft naar prijsstabiliteit om het economisch verkeer te verbeteren. Dit zei Harry Dorini, directeur monetaire zaken en economische aangelegenheden, tijdens een onlangs gehouden persconferentie. In het kader van de prijsstabiliteit worden er door de Centrale Bank certificaten ontwikkeld om het monetair beleid te ondersteunen. Dit instrument zal worden ingezet in tijden waar er sprake is van structurele overtollige liquiditeit. Niet-financiële instellingen en het publiek zullen hieraan ook kunnen participeren op de openmarktrelaties van de moederbank. Volgens Dorini is een goed beheer van de geldhoeveelheid de belangrijkste dienst die de Centrale Bank van Suriname aan de samenleving kan bieden. We hebben situaties in ons recent verleden gehad, waarbij een overmatig geldvoorziening heeft geleid tot grote onevenwichtigheden en een ernstige ondermijning van de economie, met name de munteenheid. En wij als Centrale Bank, wij zijn erop uit om dat vertrouwen dat geschonden is te herstellen. Het is geen makkelijke taak. Maar feit is, we moeten het vertrouwen dat is geschonden aanpakken. Alles wat wij doen zal in dienst moeten zijn van een hersteld vertrouwen in onze munteenheid. Want we hebben geen keus. Ik zei het al, dat is de manier hoe wij de samenleving van Suriname dienstbaar moeten zijn. De Centrale Bank van Suriname heeft sinds juli vorig jaar een nieuw monetair raamwerk geadopteerd. Dorini stelt dat ons land hiermee op gelijke voeten staat met de overige CARICOM-landen. De kasreserveregeling, die eerder gehanteerd werd, komt hiermee te vervallen. Danielle Wondel, afdelingshoofd Openmarktrelaties, geeft aan dat als onderdeel van het nieuwe raamwerk wordt getracht de rentetransmissiemechanismen van de Centrale Bank te beïnvloeden. Het basisgeldhoeveelheid, dus geld in het bankensysteem geldt, dat is dus de bankenreserves aangehouden bij de Centrale Bank en dus de bankbiljetten in omloop. Dat wordt dus als nominaal anker gezien en dat probeert de Centrale Bank door middel van de termijndeposito's, door middel van de operaties, de openmarktoperaties, probeert de Centrale Bank dus die te beïnvloeden ten einde ons inflatiedoelstelling per jaar einde te realiseren. We streven ernaar om per eind december een inflatie tussen de 26% en 30% te realiseren. Vandaar dus dat wij wekelijks onze openmarktoperaties uitvoeren, waarbij we het termijndeposito als instrument inzetten om dus de overtollige liquiditeiten af te romen. Tot heden worden de openmarktrelaties van de moederbank via de algemene banken uitgevoerd met het veilen van termijndeposito's. Het streven was dat dit effect zou doorsijpelen naar de totale economie. Dit streven is echter niet bereikt. Hierdoor heeft de Centrale Bank besloten nu ook overige financiële instellingen en het publiek toe te laten tot de openmarktrelaties. Volgens governor Maurice Roemer zet de moederbank alles in het werk om de torenhoge inflatie te verlagen. In de algemeenheid praten we over inflatie. Wat je ziet als streven zit natuurlijk onder de 10, we noemen het one digit. En de vraag is waar moeten we op uitkomen. Mevrouw Wondel heeft een indicatie gegeven over inflatiedoel over 22 waar we naar streven. Maar uiteraard, omdat ik zeg die inflatie die te hoog is, is voor de volgende jaren is het streven gericht op een lagere inflatie. Zodat ook wij in Suriname, en je kunt daar discussie over gaan voeren, hoeveel het nou precies moet zijn. Maar in ieder geval, we weten en we zien dat in de grote wereld, dat al bij inflaties van 8% en dergelijke, de hele regering zich erg druk over maakt. Inflatie tast dus de koopkracht aan.